Beste allemaal, een hele goede avond. Namens de studentenverenigingen van Biologica, de Veetelers en Sylvatica van Bos en Natuurbeheer, die mede deze avond georganiseerd hebben en geregeld hebben, maar niet te vergeten de echte organiserende partij, dat is Sterrin Smalburger met haar partner. En die komen zo meteen nog zeker op de avond, krijgen jullie die te zien, met hun slangen en een bijbehorende presentatie. Ik ben zelf Arie Terlouw van de leerstoelgroep Experimentele Zoologie. En op het scherm geprojecteerd staat een quote. Daar wil ik het even heel kort over hebben. We zijn allemaal vanavond gekomen met een bepaalde verwachting. Meet the king. Toch? En ja, als we dan over slangen na gaan denken, dan heeft iedereen zijn eigen perceptie daarover. Maar wat hier nou staat, dat is wel een waarheid, een zekere waarheid. Je verstaat de slangen veel dieper en intenser als je meer weet van hun anatomie, van hun fysiologie, van hun gewoonte, van hun gedrag en alles wat de dieren doen en laten. En dat geldt ook zeker voor de slang van vanavond. En dat in het achterhoofd meenemend, denk ik dat je een goed uitgangspunt hebt om vanavond iets inleidends over slangen te horen. En als we kijken hoe de avond in elkaar zit, in eerste instantie hoop ik zelf tot 7:45 ongeveer te spreken over de biologische aspecten van de slang. Dan hebben we een pauze en daarna dan komt Sterrin en die gaat het over de koningscobra hebben. En tijdens dat college ook zal ze samen met Romilly een aantal zaken laten zien met slangen. En die zaken, dat gaan ze dan zelf vertellen wat het allemaal is. En daar zijn jullie ook met name voor gekomen. En als laatste volgen er uiteraard nog een paar speciale demonstraties met de king natuurlijk. En ik wil vragen of de eerste rij, hè, daar gaat het zo meteen gebeuren hier ongeveer, als die slangen zo meteen gaan optreden, gewoon stil te zijn, geen heftige bewegingen te maken, rustig te blijven, want dat leidt de slangen in hun act alleen maar af. Hè. Dus je zit op de eerste rij, dat is natuurlijk een koningsplaats, zeg ik altijd. Maar dat betekent ook dat je een beetje rustig moet zijn. Maar het gaat helemaal lussen. En als we nu naar slangen gaan kijken, dan behoren slangen tot de schubdieren. En die slangen hebben toch wel een heel apart ontwerp. Een groep die er heel nauw aan verwant is, is de hagedissen. En je ziet hier aan de linkerkant een onderplaatje van een hagedis. En aan de andere kant een slang die op dat moment door een buis heen kruipt, een vorm van een buis of een vorm van een slang, zoals het heet. En dat betekent dat die hele organisatie van organen, die in eerste instantie in een grote ovaal zit, moet teruggebracht worden naar een langwerpige slang. En dan is de vraag, hoe ga je dat allemaal inpassen, die organen? Hoe ga je dat doen? Hoe ga je ze rangschikken? Sowieso dat je nog een heel functioneel ontwerp gaat krijgen. En daar gaan we vanavond zeker even naar kijken. En de volgende vraag is, als je nou geen ledemaat hebt om voor te bewegen, hoe krijg je dan een perfecte voortbeweging voor elkaar? En de andere vraag is, kun je met zo'n lichaam, zonder ledematen, zonder vleugels en alles wat erbij hoort, ook eventueel nog zweven of glijvluchten maken? Wat kun je allemaal als je zo'n ontwerp hebt? En de volgende vraag is, hoe vang je een prooi zonder ledematen? En dat is al één, dus je kunt er niet naartoe rennen. Of voor de benadering op zich. En als je naar een slangenschedel kijkt, er staan er hier voldoende op tafel, dan zie je eigenlijk, en ik pak er hier gewoon eentje van een garbonadder, dat is een hele fragiele schedel. Hoe krijg je dan daarmee met zo'n fragiele schedel enorme grote prooien naar binnen? Want dat weet je ook allemaal. Hoe ga je dat oplossen, dat probleem? Ja, dus er zijn al wel wat aandachtspunten, voor mij althans, vragen van hoe regel je dat? Ik weet niet, ik hoop dat die bij jullie ook leven. Nou, en als je dan al grote prooien kan eten, hoe krijg je die naar binnen? En hoe transporteer je die? Want je hebt geen gelegenheid, zoals heel veel andere dieren, om prooien natuurlijk in kleine stukjes te knippen. En dan vervolgens in te slikken. En denk maar aan jezelf, de boterhammen haal je ook een hap uit. Die maal je vervolgens fijn en die slik je in. Een andere vraag is, als je dan een hele mond vol op, een echte mond vol,
Hoe krijg je het er nog gerealiseerd om adem te halen? Hoe krijg je het überhaupt voor elkaar? Ja, want je zult toch tijdens het transporteren van die grote prooi moeten kunnen blijven ademen. En dan als laatste, wat mij ook heel erg sterk fascineert, is hoe verteer je zo'n prooi als koudbloedige? Je knipt hem niet in stukken, je maakt hem niet fijn. Je gaat een heel grote dier, in het algemeen, ga je naar een verteringsstelsel sturen. En hoe krijg je dat klein? Ja, zodat je stoffen krijgt die je op kan nemen. Nou, ze kunnen nog heel veel vragen stellen over slangen. Nou, een aantal van die biologische aspecten en die oplossingen die slangen gezocht hebben, daar gaan we vanavond met elkaar naar kijken. En ik heb gedacht om de volgende thema's te introduceren bij jullie. In eerste instantie kijken we naar de klassificatie en langzamerhand lopen we door naar beneden toe. En we hopen te eindigen bij iets over voortplanting. Nou, als we gaan kijken waar de slangen thuis horen, horen ze thuis in de orde van de schubdragers. De dieren die schubben dragen. Als ik dat zeg, dieren die schubben dragen, dan gaan we alleen al een lampje branden. Een schub is een hoornachtig materiaal. En ook moet je in staat zijn om dat hoornstof, dus doodmateriaal, na beschadiging te kunnen vervangen. Je moet kunnen groeien enzovoorts. En als je in een soort hoornachtig harnas zit, hoe los je dat op? Daar ga ik vanavond niet echt veel op in, maar we weten allemaal dat slangen vervellen. Daar ga ik vanavond niet verder op in. En als je naar die groep van de slangen gaat kijken, dan wil ik met name de aandacht richten op de slangen van de moderne slangen. En dat staat macrostomata. In principe betekent dat niks, macro is groot en stomata is mondopening. Dus beesten met een hele grote mond. Nou, dan hebben we de min of meer eenvoudige slangen, noem ik even. Dat zijn twee grote families, die Boeteae en de Pythonidae. En daarachter staat hoeveel genera zijn er van elke soort. Van elke groep 8 genera van de familie en 36 soorten. Dat zijn er niet zo heel erg veel. Dan gaan we over naar een paar andere groepen. En die namen ga ik allemaal niet hier naar voren halen. Eén groep haal ik wel naar voren. Dat zijn de Colubroidae. En dat is een hele grote groep. En dan verschijnt er meteen een rood lijntje. Taxonomen liggen altijd in de clinch met elkaar. Over de exacte indeling, hoe je dieren moet indelen, evolutionair positioneren enzovoort. Ik heb gewoon een indeling genomen die al vrij oud is, van 1995, maar het altijd nog steeds goed doet. En dat zijn in eerste instantie die Viperidae en als voorbeeld de adders, die kennen we allemaal vanuit Nederland, als voorbeeld ervan. Nou, vanavond gaan we van de Elapidae natuurlijk een vertegenwoordiger zien. Ja, daar zijn we voor gekomen, de king. En dan de allergrootste groep met de meeste soorten. En daar gaat de indeling zeker van op de schop de komende jaren. Ja, om dat verfijnder in te delen. En een voorbeeld daarvan is onze ringslang. Daar wilde ik het voorlopig even bij laten, taxonomie. En daar verder niet al te veel op ingaan. Wat wel heel erg leuk is van de slang. Stel, denk even goed mee, je bent een buikschuiver geworden, als ik het mag zeggen. En als je buikschuiver geworden bent, dan is het natuurlijk zo dat je sensoren moet hebben om je omgeving te kunnen monitoren en er op de juiste manier actie te ondernemen. En als ik nou in eerste instantie eens naar een slang ga kijken en ik bekijk een kop van de slang, dan zie ik sowieso geen ooropening, vind ik opvallend. Ik zie geen bewegende oogleden, ook al heel opvallend. Ik zie aan de voorkant wel twee neusgaten zitten. En dan komen er meteen vragen op je af. Hoe doet hij dat allemaal om geluid, gezicht, het visuele kant van de zaak op te lossen? En nu blijkt het gewoon dat slangen heel erg goed aangepast zijn. En vaak ook met een dubbele set sensoren die heel erg gevoelig zijn. En een paar daarvan gaan we naar voren halen. In principe als je naar de voorkant van de slang kijkt, heb je sowieso de gepaarde reukopeningen. Dus er is een normale wijze van het waarnemen van geuren via de neus. Maar wat is er met die neus gebeurd tijdens de ontwikkeling? Tijdens de ontwikkeling is er in het monddak een klein neusachtig orgaantje afgesnoerd, zoals je hier ziet. Even kijken of mijn pointer wil werken. Ja, hier een klein orgaantje afgesnoerd en daar ga ik het zo meteen op hebben. Want wat een slang, die heeft iets gedaan wat hem enorm sterk maakt om chemische geurpartikels in zeer kleine kwanten waar te nemen. En die heeft namelijk zijn tong, zoals je weet,
waarschijnlijk, heeft hij als reukorgaan ingezet. Niet alleen dus om smaak waar te nemen, maar ook om reuksporen en voornamelijk van de buitenwereld waar te nemen. Hij heeft een gespleten tong die je regelmatig naar buiten ziet komen. En als we nou beter daar even naar kijken, dan heb je hier die gespleten tong. En hier ligt dat orgaantje wat afgesnoerd is. En dat noemen ze het orgaan van Jacobson, heeft nog wat andere namen. Niet zo heel erg interessant. Maar die reukpartikels die hij opvangt uit de omgeving, hè, die neemt hij waar, brengt hij naar dat orgaantje en heeft daar op die plaats reukgewaarwording. En als je erover nadenkt hoe gevoelig dat is, dan is het een aanname dat het ongeveer 10.000 keer beter werkt als bij ons de reuk. En dat is heel erg bijzonder, hè? 10.000 keer beter ruiken. Dan heb je een heel andere perceptie van de wereld om je heen, hè? En van je soortgenoten die naast je zitten enzovoorts. En je kunt exact alles daarvan waarnemen. Heel erg interessant. En die gespleten tong komt natuurlijk ook bij hagedissen voor, maar bij de slang is die namelijk heel erg goed ontwikkeld. Er is onderzoek gedaan dat je met zo'n gespleten tong ook namelijk heel goed afstand kan bepalen. En ik noem dat maar even heel erg kort door de bocht, stereoscopisch ruiken. Ik kan de afstand en de richting van het reukkwant waar die vandaan komt exact bepalen. En als ik namelijk een versterking daar wil hebben, ga ik sneller mijn tong bewegen en ook nog positioneren naar een bepaalde richting. Om op die manier des te beter, zeg maar, prooien en dergelijke waar te kunnen nemen. En nu is het zo, als je chemisch wil waarnemen, dan moet het oppervlakte van je sensoren moet vochtig zijn. En dat is heel erg speciaal voor de slang. Hij heeft namelijk een afvoergang van zijn traanklieren die naar dat epithel loopt. En op die manier houdt hij het op een hele slimme manier vochtig. En als je naar het orgaantje kijkt, het zijn ook twee kleine spleetjes. Dus hij heeft altijd links-rechts informatie die hij direct naar het orgaantje toebrengt. In het verhemelte. Het is echt een fantastisch orgaan. Je zult het vanavond ook zien. Die tong zie je vanavond zeker in werking. En het is echt een fantastische sensor. Bijzonder aangepast voor de slang. En het leven ook heel laag bij de grond. Want hij heeft niets aan geursporen die hoog zijn en ontzettend ver weg zijn. Dan gaan we naar het oog toe. Het oog vind ik echt helemaal bijzonder. En er wordt ook heel veel onderzoek naar gedaan. Want als wij dezelfde oplossingen kunnen vinden, dan zijn we van heel veel problemen af. Wat is er met die slang aan de hand? Die heeft namelijk is een brildrager. En wat betekent dat? Dat namelijk de huid, die ook vervelt, is over het oog heen gegroeid. En dat betekent, dat is heel erg fijn, als je als dier laag bij de grond gaat. Want je hebt altijd vegetatie die langs je oog opgaat. Je hebt opdwarrend stof dat langs je oog opgaat. En als we een oog hebben zoals wij, met bewegende oogvliezen, dat betekent het dat je telkens moet schoonmaken met alle ellende van dien. Je hebt gewoon een vaste bril op, stofvrij helemaal. En het mooiste is dat die zelfrepairing is, want de slang vervelt en je krijgt een nieuwe bril. Fantastisch, hè? Nou is die huid die over de oog gaat, is ook nog eens een keer doorbloed. En wat kan die slang doen? En dat is vrij jong onderzoek nog. Die kan namelijk de helderheid van die bril instellen. Die kan dus een zonnebril maken of een lichtdoorlatende bril. En dat doet hij dus door de doorbloeding te regelen. Als je namelijk de doorbloeding afknijpt over het oog heen, krijg je dus een heel helder beeld. Laat je de doorbloeding er doorheen lopen, krijg je een meer vertroebeld beeld. En heb je meer dus het effect van een zonnebril. Hè? Dus dat kun je ook nog instellen. Dan is de volgende vraag. Daarachter zit die oogbol met aan de voorkant dat hoornvlies of cornea. Dat moet kunnen bewegen ten opzichte van die bril. En dat doe je door middel van een traanklier te maken die vocht tussen die twee lagen brengt. En op die manier kan de slang normaal zijn oog verdraaien ten opzichte van zijn bril. Je hebt een totaal afgesloten systeem. Wat op die manier heel goed kan positioneren het oog en kijken in alle richtingen die je waar wil nemen. En dan moet je natuurlijk wel een ander probleem nog even oplossen. Want normaal gesproken ga je van lucht
naar een vloeistof toe. En daar heb je breking over. Hier ga je van lucht naar een laag, naar een cellaag, dus ongeveer water, dan weer vocht en weer een cellaag. Dat betekent uiteindelijk dat de breking behoorlijk verminderd wordt. En dat betekent dat de lens een grotere rol gaat krijgen in de breking om een scherp beeld op het netvlies te krijgen. En dan zie je dus heel iets bijzonders, dat je met een landdier een bolle lens heeft. Normaal heeft een landdier een afgeplatte lens. En die lens vervorm je, dat doen we zelf ook, en daarmee zie je scherp. Een bolle lens kun je weer heel slecht vervormen, en kijk nog eens even mee. Die slang kan dus gewoon zijn lens verplaatsen. Die verplaatst die bolle lens iets naar voren, iets naar achter. Even inzoomen, even uitzoomen en scherp kijken. Echt een fantastisch systeem. Nou, er zijn dus verschillende medici in Denemarken die dit hele systeem heel goed bestuderen en bekijken hoe die bril werkt precies, hoe die doorbloeding werkt enzovoorts, om mogelijke aanwijzingen of materialen te vinden om onze contactlenzen daarmee heel sterk te verbeteren. Dan als je die traanklier uiteindelijk, zeg maar, die oogbol positioneert, dan moet je ergens met je traanvocht heen. Nou, één hebben we even al genoemd, hè. Dat loopt langs dat orgaan van Jacobson. En het andere loopt via een klein kanaaltje langs een groef in een tand de mondholte in. En kan daarmee de rest van de mondholte bevochtigen. Nou, wat slangen zien varieert in principe heel sterk, hè. Van lichtdonker tot een heel goed beeld. En of slangen dus monoculair of binoculair kunnen zien, hangt af van de stand van de ogen. Als het helemaal aan de zijkant de ogen gepositioneerd zijn, heb je een monoculair beeld. Heb je wel een heel groot beeld, hè, rondom een beetje. Wat bij heel veel andere dieren ook voorkomt. Maar als je naar boomslangen toe gaat, en die hebben de ogen wat meer naar voren ingeplant. En kunnen dus, zoals wij, veel beter binoculair stereoscopisch zien. Dat even over het oog. En dan hebben we nog lang niet alles gezegd. Want Sterrin gaat zo meteen nog meer over een heel speciaal oog van de slang vertellen. En dan laat ze ook wat voorzien, hopelijk. Nou, dan moeten we toch nog even naar het gehoor toe. Hoe kun je nou horen zonder trommelvlies? Hebben we een trommelvlies nodig? Dat is een andere vraag. Nou, normaal gesproken op landleven wel. Als er gehoor naar je toe komt, zoals nu, en je zou geen trommelvlies hebben, zou het meeste geluid afketsen. En er zal heel weinig in je weefsels naar je binnenoor doordringen. Wat je moet hebben is een geluidsversterker. Hoe maak je dat biologisch? Even heel kort. Je maakt een groot trommelvlies. Je hangt er een aantal beeldelementjes achter. Je maakt een heel klein vliesje daarachter. En op die manier transporteer je dat geluid naar dat kleine vlies. Van een groot vlies naar een klein vlies. En versterk je enorm je geluid. Nou, dat heeft een slang in principe niet nodig, hè, want hij zit op de grond. Wat moet een slang kunnen waarnemen? Dat is namelijk grondtrillingen. Dat is voor een slang heel erg belangrijk. En dan ga ik even een stapje verder, want mijn tijd vliegt om. Ik heb altijd problemen met de tijd, hè? Dus als laatste. Een slang kan namelijk heel goed grondtrillingen opvangen. En je moet dat hetzelfde voorstellen als een steen die in het water valt. Dan ontstaat een golfbeweging. En hetzelfde is als er met een trilling die door de grond wordt voorgeleid. Maar hij kan die op een zeer goede manier waarnemen. En hoe gaat dat? Hier hebben we de onderkaak van de slang. Die ligt normaal gesproken op de grond. En die onderkaak zit links, links, rechts niet met elkaar verbonden. En die is los van elkaar, gewoon die onderkaak is los. Daar kom ik zo meteen wel even op terug waarom. Maar het heeft gewoon een aantal voordelen. Want ga eens meereizen met deze onderkaak met mij. Kijk, ga je naar boven toe, daar boven toe. En dan op een bepaald moment zie je hier de verbinding met de kop. Dat heet het kwadratum, het vierkantsbeen, niet zo interessant. Maar er zit hier nog een heel klein bordje bij. En dat is een stapels, dat is een gehoorsbeentje. Dat zit dus aan de kaak verbonden. Hij heeft wel een gehoorsbeentje, maar op een heel andere manier gepositioneerd. En op die manier, dat hebben ze uitgezocht in 2008, kan de slang dus minuscule grondtrillingen waarnemen. En omdat hij dus een gescheiden linker- en rechter onderkaak hebt, kan hij ook daar heel goed de richting van bepalen en de afstand weer. En dat houden ze in, en daar hebben ze proeven ook gedaan. Als je een muis alle sensoren zoveel mogelijk uitschakelt en je laat voor hem een muis vallen op de grond, dan maakt hij een beweging die exact naar de prooi toe gaat en die prooi vangt. Fantastisch, hè, zo'n systeem. Dat even over de sensoren.
Dan gaan we even kijken naar de spijsvertering. Dit beeld kennen we allemaal, hè? En nu zie je dus een rat die vele malen groter is als dat hele schedeltje. En dat moet naar binnen gewerkt worden. En in de eerste plaats moet namelijk, als je dat naar binnen wil werken, moet die prooi geïmmobiliseerd worden. Dat kun je op twee manieren doen. Dat kun je door middel van beklemmen en vergiftiging. Daar gaat Sterre zo meteen nog wat over zeggen. Daar ga ik verder helemaal niks over zeggen. Dus je moet een prooi immobiel maken. Want je kunt er niet naartoe rennen, vangen, knippen, doodbijten. Dat gaat allemaal niet. Dus je moet een heel andere strategie volgen. Ja, dus dat is eerst een prooi proberen te immobiliseren. Als je dat voor elkaar hebt, dan is de volgende vraag, hoe ga je dat naar binnen werken? Of kun je dat naar binnen werken? Je hebt in principe twee keuzes, hè? Je gaat uit of van veel prooien die klein zijn. Of de andere kant is hele grote prooien en dan zonder verdere voedselverkleining. Nou, dat zie je heel vaak een slang doen. En dan moet je eens even meekijken naar de zijkant van die kop, wat ik hier zie gebeuren. Ik zie een hele systeem hier naar beneden toe gaan. En dan zit hier een beenelement wat heel sterk naar beneden toe gaat. En dan zie je hier die onderkaak verder lopen, naar beneden toe. En dan ga je even kijken hoe dat in die slang zit. Dat krijg je alleen voor elkaar als je een zogenaamde kinetische schedel hebt. En dat betekent dat er heel veel bewegingsvrijheden zitten in de schedel naast de beweging van de onderkaak. Dat is gewoon een normale beweging, die wij ook kennen. En dan hebben slangen, en met name zeg maar de geavanceerde slangen, hier een element zitten, dat noemen we het kwadratum. Dat is losgekomen van de schedel. En het kan dus helemaal naar achter toe draaien. Daar krijg je dus al een enorme mondopening mee. En daaraan maak je dus onderkaakelementen die los van elkaar opgehangen zijn. Alleen hier in de voorkant zit een klein elastiekje, wat die kaken een beetje bij elkaar houdt, dat ze niet echt zo uit elkaar gaan. En dan is de vraag, wat kun je daar dan mee? Nou, in eerste plaats, als je dat vergelijkt ten opzichte van hagedis, betekent het dat als je zo'n heel lang vierkantsbeentje maakt, waar je naar achter toe kan brengen, daar, en loshangende onderkaken, hè, met een vrije symfyse, dat betekent een open onderkaaksysteem, dat je je volume van je prooien in één keer enorm kan toelaten nemen. En dan is de ander iets, en dat vind ik helemaal fantastisch. Nu kan je alleen nog maar een grote bek maken. Maar nou moet je zorgen dat die prooi naar binnen werkt. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, en daar heeft de slang namelijk een heel mooi transportsysteem voor. En dat is ook heel bijzonder, wat unilateraal werkt, eenzijdig werkt. En dat komt omdat je ook in eerste instantie aparte onderkaakshelften hebt. Maar je hebt ook aparte bovenkaakshelften. En wat doet hij nou? Zometeen kijk je maar even naar de schedels. Hier hebben we die bovenkaakhelften. Hier met het verhemelde helft, dat hoort er allemaal bij. Met hier de onderkaakhelft. Eén kant zet hij vast in die prooi. Die tanden zijn allemaal naar achter gericht. En met de andere kant trekt hij die prooi naar binnen toe. Dus je krijgt zo'n systeem van naar binnen trekken van zo'n prooien. Met twee afzonderlijk werkende kaakhelften. Fixeren. Trekken, fixeren, trekken. En dat is een heel erg bijzonder mooi systeem. En op die manier kun je dus van die enorme grote prooien naar binnen werken. Dan gaan we even kort kijken naar hoe de organen liggen in die slang. Ik heb al gezegd, alles moet je in een buisvormige structuur stoppen. Hoe ga je hem fixen? Dat betekent, denk even mee, je verliest je regionale differentiatie. Je hebt geen nek meer, je hebt geen ribbenkast meer, je hebt geen buik meer. Je hebt alleen nog een lichaam en achter de anus een stukje staart. Dat is één, daar begin je al mee. Dat geeft enorm veel flexibiliteit als je geen compartimenten meer hebt. En dat betekent dat je gaat schakelen, dat is één. Ja, dus normaal organen die naast elkaar liggen, ga je achter elkaar liggen. Een goed voorbeeld daarvan is, bijvoorbeeld hier heb je een lever. Die lever wordt lang gerekt. En normaal gesproken heb je hier de galblaas. Die ligt hier zo bij de lever of achter de lever. Maar die schakel je er gewoon achter. Doe je hetzelfde voor de alvleesklier. Anderzijds ga je organen die normaal links-rechts aangelegd zijn, ga je reduceren. Een voorbeeld daarvan is de longen bijvoorbeeld. Daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. En dan zie je ook iets heel bijzonders. Moet je dus over nadenken. Ik ben daar niet uit. Wat gaat die gekke slang doen? Die gaat namelijk eerst, van vooraf gezien, hè, gaat hij eerst geslachtsklierweefsel aanleggen. Daar.
En daarachter schakelt hij nog een keer zijn nieren. Dat is heel bijzonder, want normaal is het andersom. Dat is wel heel apart, hè? Nou, op de wijze van voortplanting van de slang zoals je doet, denk ik dat ik misschien wel een oplossing daarvoor heb, maar ik vind zelf dat ik hem niet helemaal spits heb. Dat is voor mij nog een geheim. Nou, misschien dat jullie wel goede suggesties hebben, maar ik nog niet echt direct. Nou, en dan is iets geweldigs van slangen, hè? Daar moet je even in meedenken. Ik ben een koudbloedig dier en dat heeft enorme voordelen. En dat betekent ook dat je vaste, voorspelbare periodes hebt waarin je gaat eten. En dan is de vraag natuurlijk, wat is energetisch technisch nou voordelig? Om al je spijsverteringsorganen en je randorganen die erbij horen helemaal intact te houden tussen twee maaltijden. Of te zeggen, van ik ga ze decimeren naar een minimumniveau. En als ik ga eten, dan zet ik mijn boeltje aan. En dan ga ik alles opnieuw opbouwen en helemaal klaarmaken om te eten. En om mijn eten te verteren. Nou, het laatste doet een slang en dat is echt heel bijzonder. Moet je eens even meekijken. Ze hebben gemeten aan een Burmeese python. En ik zeg even heel erg kort door de bocht. Er gaat een seintje branden. Stofwisseling moet aan. En dan zie je een energieverhoging tot maximaal 4400%. En er is een opstartkosten aan verbonden van 37% van de energieinhoud van je prooi. Wow. Ja, ik ben heel verbaasd als ik dat soort dingen allemaal lees. Hè? En ik probeer er iets van jullie aan door te geven, maar ik vind het echt heel bijzonder. En dan even nadenken, we zagen net die rat in dat spijsverteringskanaal verdwijnen. En nou zie je hier zo röntgenfoto's gemaakt van boven naar beneden. Hier zie je die rat één dag na het eten, hè, die rat zitten. En dan moet je eens kijken, je ziet hier helemaal mooi in het wit alle botten van die rat zitten. En zo heel langzamerhand na een dag of 4, 5 is het weg. Dan is de vraag natuurlijk, hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe moet je bot oplossen? Ik gooi altijd botten eruit, hè, uit mijn eten. Ik wil dat niet. Nou moet je eens even kijken naar een maag. Wat doet die slang met zijn maag-pH? Die gaat hij van pH 8 terugbrengen naar pH 1. Dat is een enorme energieinvestering. Maar als je iets heel erg zuur gaat maken, kun je namelijk bot oplossen. Dat is de manier om te ontkalken. Maar dat heeft natuurlijk nog een volgende consequentie. Zo'n lage pH is natuurlijk heel erg kwetsbaar voor je maagwand. Dus er moet ook niet alleen een dikke laag slijm tegenaan, maar ook een heel taai, ondoordringbaar slijm voor zuren. Hè? Dat is al een voorbereiding die je maag moet treffen. Dus een heel erg een groot debiet van verandering in pH. En je hele maagbekleding moet je aanpassen. En dat even meegegeven. En dan als je nog eens kijkt naar de hele upregulering van organen, dan zie je dat een hart in natte massa 40% toeneemt. Een pancreas met een alvleesklier is dat met 94%. Een lever met 106%. En nieren met 72%. Dat investeer je voor die inname van die maaltijd. Hè? En uiteindelijk is dat voor een slang goedkoper als al deze organen in stand houden tussen twee maaltijden. He, dus wat dat betreft hebben een slang kan energetisch heel goed denken. Blijkt gewoon, he, de biologie is heel verwonderlijk mooi, zit het in elkaar. En dat je op die manier dus, zeg maar, besluit, als ik dat zo even mag uitdrukken, om je organen te reduceren en dan als de stofwisseling aan moet, alles weer aan te leggen. Ik moet doorwerken, zie ik. We gaan naar het hart. Als je hele grote prooien inneemt, is het natuurlijk prachtig, maar dat betekent wel dat je hele lichaamswand en alles wat erbij hoort naar binnen, wordt wel even weggedrukt. Hè? En dat geldt ook voor het hart, dat ligt namelijk net voor de maag. Meestal op de splitsing van een linker en een rechter long, als die nog aanwezig is, in die buurt ligt het ongeveer. En dat betekent als die prooi dan langs moet, dat je wat met het hart moet. Want als het in de tussentijd even samendrukt en het kan niet meer pompen, het gaat fibrilleren, heeft de slang natuurlijk wel een probleem met een hartstilstand.
Wat moet je kunnen namelijk? Je moet je hart namelijk kunnen wegdraaien voor de prooi. En daar is dat buisvormige lichaam natuurlijk fantastisch voor aangepast. Want we hebben niet meer die regionale differentiatie. We hebben geen diafragma meer of middenrif en al dat soort dingen. Met die structuren die alles zeg maar, heel sterk op elkaar houden en bij elkaar houden, heeft slang helemaal geen last van. En kan dus gewoon zijn hart wegdraaien onder invloed van een langskomende grote prooi. Hè? Ook al heel erg mooi. We hebben net al gezegd, ze hebben daar ook heel duidelijk aan gemeten, dat in nou ja, ongeveer zeg maar, 3 etmalen heb je een enorme plasticiteit van die slang. En kan die 40% van de natte massa van zijn hartspieren toe laten nemen. En dan is de vraag, hoe doe je dat? 40% laten toenemen, doe je dat in extra spiervezels aan laten liggen of laat je spiervezels groter worden? Nou, het laatste is het geval. En dan moet je eens even nagaan, wat kan dat ding zonder training? Als ik een groot hart wil hebben, dan moet ik echt mega trainen. Maar dat ding, dat doet het gewoon even. Je eet en je krijgt een sporthart. Nou, dan moet je meer. Geweldig. En dan ook de positie van het hart, dat is ook verschillend hè, bij die dieren. Heel even kort erover. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan, ook naar verschillende slangen-experts. In water word je gedragen. Je hebt een buisvormig lichaam en voor de pomp en achter de pomp liggen vaten. En nu zie je het, als je energetisch het goedkoopste wil werken, moet je namelijk het hart middenin leggen. Aan de voorkant een even grote lengte aan vaten ongeveer en aan de achterkant. Dat zie je voornamelijk bij waterslangen. Die kunnen dan ook met een relatief lage bloeddruk vooruit. Het hart hoeft niet zoveel bloeddruk en cardiale output te leveren voor het waterleven. Als je naar het landleven toe gaat, wat zie je dan in één keer gebeuren? Kijk maar even mee. Dan zie je het hart naar voren verschuiven. De vraag is, waarom doe je dat? Nou, op het land heb je dus wel te maken met zwaartekracht, gravitatie. En dat is een effect waar je tegenin moet pompen. Want stel je komt omhoog iets, dat betekent dat aan het hart gaat een kolom vloeistof trekken, al onder invloed van de zwaartekracht. En dan moet je wel mee verpompen. En ook moet je ervoor zorgen dat namelijk je vitale onderdelen, en dat is met name de kop met sensoren en hersenen, altijd gegarandeerd de juiste hoeveelheid bloed blijft krijgen. En dat is eigenlijk de aanname waarom waarschijnlijk het hart naar voren is verplaatst, om een kortere afstand te hebben richting de kop. En op die manier ervoor zorg te dragen dat die vitale organen voldoende bloed krijgen. En dan heb je nog die hele achterkant. Je ziet daar een enorme verbreding van het adellijke bloedbed. En we hebben slangen dus geen kleppen in hun aderen, zoals wij. Hè? Wij hebben slimme oplossingen, je zet kleppen in je aderen en dat kan mee voor zorgen voor de retour van het bloed. Hebben slang niet. Lossen het anders op door middel van een veel stijvere huid te maken, die onbewegelijk is. Ze lossen langbenige dieren dat ook op, zoals giraffen. Een giraf heeft nooit spataders. Ga maar kijken in de dierentuin. Echt niet. Omdat die van een natuurlijke elastische kous hebben. En dat is natuurlijk mooi, hè? Nou, dat heeft die slang in principe ook. En op die manier, met de regulatie van de spieren in de vaten zelf, hè, los je dit soort dingen, kan de slang dat handelen. Nog veel sterker spreekt dat met boomslangen en dan ligt het hart nog wat verder naar voren. Nou, daar wil ik het even bij laten, want de slang, daar is natuurlijk nog heel veel over het hart te vertellen, maar ik laat het er even bij. Als je dus een lang lichaam hebt, betekent het ook dat je in die lang, in die slang langgerekte longen tegenkomt. En die langgerekte longen hebben een heel groot binnenvolume, een axiaal volume zoals dat heet. Met een relatief niet al te dikke wand waarin de echte gaswisseling plaatsvindt. En nu is bij de longen, bij de slangen een groot deel van de symmetrie van de longen links-rechts verloren gegaan. Je ziet nog wel een beetje een dubbele long bij de Boïdee, ja, dat zijn wat meer preventievere slangen. Als je naar de echte Colubridae gaat, dan zie je een sterk gereduceerde linkerlong, zoals je hier ziet. En een heel aparte opbouw van de long. Je hebt namelijk een longdeel wat voor ademhaling is en een longdeel wat voor opslag is. En dat komt helemaal sterk naar voren, hè, die reductie van die longen bij de Viperidae. Er is heel die linkerlong is weg. En wat daarin opvallend is, dat de luchtpijp heel ver de long inloopt. En de luchtpijp zelf ook al het ademhalingsepithel heeft.
En dan gaan we nog eens even naar die long van die slangen kijken. Die long van die slangen, als we er even heel goed naar kijken, dan zie je hier zo al een luchtpijp, waarin al hier zo ademhalingsepiteel zit, daar. En het voorste deel van die long heeft is de echte ademhalende long. Ja, dat zie je hier zo aan deze wandopbouw, met al deze vakjes en putjes. Sterke oppervlaktevergroting voor ademhaling. Als je verder naar achter gaat, heb je een veel meer gladde long, dat is voor luchtopslag. Nu wordt er altijd gezegd, als je nou zo'n long hebt, en met name heb ik het over ademhalende long, heb je een heel groot dood volume aan de binnenkant. En meestal zien we dood volume als nadelig. Nou, nieuw onderzoek bij hagedissen heeft aangetoond, die een dergelijke long hebben, met een heel groot dood volume, dat de luchtstromen zodanig zijn dat ze langs het echte ademhalingsepiteel een soort dwarsstroomprincipe hebben, net zoals de vogels, met een hele efficiënte gasuitwisseling. Dat is vrij nieuw onderzoek, eind vorig jaar gepubliceerd. En ik verwacht eigenlijk dat het bij slangen ook zo is. En nou zie je helemaal aan het eind, zie je daar een sacculaire long met geen ademhalingsepiteel. En dat is gewoon een reservebuffer voor lucht. En die gebruiken natuurlijk slangen op verschillende manieren, die buffer. Natuurlijk voor ademhalingswater. Het is bekend dat ze voor koeling dienen van testers van landslangen. En voor waterslangen is natuurlijk een zwemblaas, hè? Ideaal. En de volgende vraag die we op moeten lossen, hoe regelt nou een slang die ademhaling als die hele mond vol zit met een prooi? En dat doet de slang, moet je eens even kijken mee, helemaal voor op de tong ligt namelijk de luchtopening naar de luchtpijp toe, naar de trachea. En die tong is namelijk vooruit steekbaar. En die brengen ze dus even langs de prooi op. En dan hoor je vaak een soort sissend geluid als je die prooi opneemt. En op die manier kunnen ze toch tijdens dat ademhalen, of tijdens voedselopname, toch een klein beetje door blijven ademen. En dat is natuurlijk een heel mooi ontwerp. Ja, want als je tijdens dat lange proces van voedseltransport niet meer kan ademhalen, kun je niet alleen op je reservelucht leven. Want je moet 4400% omhoog. Ja, dat betekent ook in gaswisseling omhoog. En op die manier heb je dus een heel mooi ontwerp om toch te ademen. Ook al heb je je mond vol. Hè? Breng je gewoon je luchtpijp naar voren toe. En probeer je op die manier te ademen. Dus even kijken. Oh, ik heb nog een paar minuten. Snel. Over de slang. Er zijn heel veel manieren van voortbewegen. En een paar wil ik er even uithalen. En dat is namelijk de rechtlijnige voortbeweging naar voren toe. We kennen allemaal een paling, ook een slangachtig dier. Als ik hier een paling op deze vloer zou gooien, die zou hier niets maken, alleen maar een beetje rondkringelen, maar zou niet van daar naar daar kunnen komen. Dat redt hem niet. Een slang doet dat heel erg gemakkelijk, ook een soort palingachtig dier, die kruipt sowieso in een rechtlijnenbeweging zo van daar naar daar toe. Maar dan kan een paling dat wel, als hij zich namelijk af kan zetten. Als je een paling door een spijlerbord even laat gaan, dat is ongeveer hetzelfde effect als met water, wat vrij zwaar is, kan hij zich afzetten en komt hij wel van A naar B. Maar niet over de gladde vloer. En dat kan juist een slang wel. En ik wil het met name hebben over die rechtlijnige voortbeweging heel kort. Waarom? Omdat het in het focus staat, namelijk voor het ontwerp van robotvoeten. En met name robotvoeten die kunnen bewegen over oneffen oppervlakken, over drempeltjes kunnen stappen enzovoort. En de slangen staan natuurlijk met een rechtlijnige voorbeweging over die oneffen terrein is die heel erg goed in. En even kijken hoe dat opgebouwd is. Als je naar de slang kijkt, hebben we hier zo dus heel veel wervels. We hebben hier de ribben zitten. Kijk zo meteen maar even naar het skelet wat op tafel staat. En deze ribben, daar zitten spieren aan die weer verbonden zijn met de schubben die aan de onderkant van de slang liggen. En ik pak hier even een vel van de slang. Kijk eens naar de buikschubben, dat zijn hele brede schubben. En aan deze schubben zitten spieren verbonden. En kijk nou even mee heel kort hoe dat werkt. Ik heb hier een schub die is groen. Ik heb hier dan een buikschub die is groen. En daar zitten spieren aan. Ik heb een spier die hoog op de wervel aanhecht, tegen de wervelkolom aan. En eentje die veel lager zit, veel verder naar het eind van de rib. Hoe doet de slang dat? Hij laat eerst deze spier samentrekken en zet daarmee
deze schub vast. En dan maakt hij een lange hefboom. Want kijk maar, deze zit helemaal onderaan vast. Dus je hebt een lange hefboom voor deze spier. Hier zit een gewricht. Dan gaat hij deze spier aantrekken en dan trekt hij zich wat naar voren toe. Op die manier. En zo reguleert hij van de 1 naar de opvolgende schub. En dat kun je samenvatten door hier zo. He, dus contractie, fixeren, strekken, bewegen. En zo op die manier maakt een slang een rechtlijnige beweging. Echt een heel mooi systeem. En we bekijken, deze slangen worden ook bekeken door allerlei engineerings. Om te kijken hoe we dus hele mooie robotvoeten kunnen maken. He. Vergelijkbaar met de beweging van de slang. Fresh heeft slang natuurlijk allerlei andere bewegingen. Deze hebben we net gekeken, de caterpillar, de rupsachtige beweging, rectilineair. Kunnen sidewinden. Ook een fantastisch mooie bewegingen. De echte slangenbewegingen van het matig unduleren van het buigen van het lichaam. En ze kunnen dat nog veel sterker en dat is de concertina beweging. Maar even nog een kleine bijzonderheid. Kunnen slangen ook meer dan voortbewegen op het land of graven of zwemmen? Ja, ze kunnen nog meer. Ze kunnen namelijk ook vliegen. En dat is helemaal mooi, hè? En er is een slang die enorme mooie vlijgluchten kan maken, de paradijsslang uit Zuidoost-Azië. En daar is ook nieuw onderzoek naar gedaan. Normaal heeft een slang een vrij rond lichaam. En dat ronde lichaam kan hij door middel van zijn rippen naar buiten te verplaatsen, kan hij maken op doorsneden door die aerofoil zoals je in figuur C ziet. En daar hebben ze aan gemeten en dat blijkt dat namelijk dat deze vorm een heel hoge liftcoëfficiënt heeft, dat is 1. Maar hij heeft ook een heel gunstige liftweerstandsratio. En dat betekent dat je met deze vorm dus heel efficiënt kan glijden. En daar heb ik, dat is het enige stukje film wat ik heb en ik wil dat toch even laten zien. Mag nog wel eens, Sterren? Mag even iets uitlopen? Ja, kijk even naar de baas. For all their prowess as hunters, jungle snakes have enemies too. So some of their weaponry is defensive, designed to ward off an attack before it's too late. But sometimes, the best way to fight is flight. One snake has become a consummate escape artist. The paradise tree snake lives in Southeast Asian rainforests. Among their adversaries is the sharp-clawed yellow monitor lizard, an accomplished snake hunter. Well, the tree snake can miraculously scale even vertical tree trunks. It would be hard-pressed to compete with the monitor's climbing agility. What's more, the canopy isn't continuous. Wide gaps between the trees prevent an easy getaway. But paradise snakes have found a better way. When face to face at the moment of danger, tree snakes make use of a truly remarkable defensive weapon, worthy of James Bond's ejector seat. The moment of danger has turned into a moment of flight. To really understand this pilot's technique, it's best to start at the launch. Tree snakes will move down a branch end and beyond, falling into a J-shaped bend, leaning into the incline as if determining a destination. But once it's in the air, how does an animal with an inner tube for a body transform itself aerodynamically? After launching, it sucks in its guts and flares its ribs to make a U-shaped wing. Increasing its size adds to air resistance. But are these snakes doing anything more than falling with style?
In super slow motion, their flight is even more spectacular than thought. The body flattens down to but a ribbon. And they appear to be assuming a degree of control, undulating as if swimming, holding the tail upwards and twisting from side to side for balance. Literally, snaking through the air may help it achieve some steering and sail distances of 300 feet. Als laatste nog heel even kort, want mijn tijd is al 5 minuten om. Een belangrijk aspect van het leven is de continuïteit van de soort. Ben je het waarschijnlijk allemaal wel mee eens. En even iets over voortplanten van de slangen. Ik heb daar eens even naar gekeken. En ik heb ook wel eens naar andere dieren gekeken. En heel veel studenten met mij hebben wel eens naar haaien gekeken. En haaien en slangen hebben heel erg veel gemeen. En dat is met name wat betreft hun voortplanting. In eerste instantie wat betreft het overbrengen van het sperma naar het vrouwelijke dier. Onze studenten weten dat de haai die heeft een achterste buikvin en die opgerold is bij het mannetje en dat vormt een soort penis. Hetzelfde doet de slang. De slang vormt een hemipenis en hier zie je ook zo'n hemipenis vlak bij de anus uitkomend en naar buiten gestulpt. Het is een penis met een weerhaakachtig systeem wat meteen ook een grijpmiddel is, hè? En een vasthoudmiddel. Hetzelfde als bij de haaien, er zit ook zo'n smerige haak aan die penis. Ja, ik moet het gewoon even zeggen. En waarom is nou een hemipenis? Waarom is nou een hemipenis? Normaal gesproken een penis, weten we allemaal. Dan gaat door de penis heen, loopt een buis en dat is ook meteen de zaadleider. En een hemipenis, en dat ligt er eigenlijk naast, die heeft in principe een groeve die het zaad overbrengt. Of is een andere manier, haai is uiteindelijk een uitspuiten van zeewater met een soort venturiwerking die het sperma meeweent. Dieren kunnen echt heel erg mooie dingen wat dat betreft. Maar bij een slang is het dus een hemipenis, waardoor dus de bevruchting plaatsvindt. En wat heel erg bijzonder is, na bevruchting kan dat sperma, dat is net een soort cryostaat, 6 jaar bewaard blijven. Tot 6 jaar is in ieder geval gemeten. Een enorme lange overlevingstijd. Hè? En als je daarnaar gaat kijken, daar hebben de slangen, kunnen ook echt van alles. Er zijn eierleggende slangen. Er zijn ovovivipare slangen, dat betekent dat de ei een slang legt en heeft een soort baarmoeder waarin op het ei de jonge slang opgroeit. En dan heb je nog de echte vivipare slangen die in principe contact maken met de baarmoederwand en daar een soort moederkoek vormen, zeg maar. En vanuit die wand dus voedingsstoffen betrekken. Dus het kan alle kanten. En als laatste hebben we ook nog parthenogenese. Parthenogenese is maagdelijke voortplanting. Ja, zo staat het woord voor. En dan hebben we dus bij slangen 2 manieren van. Dat is het facultatieve. Komt bij meer dieren voor. En dat betekent als de andere partner ook aanwezig is, het mannetje. Ja, dus beide seksen zijn er. Dat er toch het vrouwtje overgaat op parthenogenese. Ja, dus klonen gaat voortbrengen. Zonder inkomst van mannelijk sperma. En daarnaast, en dat is ook nog vrij jong onderzoek, is inmiddels ontdekt. Dat ook nog eens een keer er obligate parthenogenese is. En dat betekent dat zonder bijzijn van het mannetje, dus sommige slangen leven gewoon in vrouwengroepen, en zich ook gewoon voortplanten. Of gewoon, ja, het gebeurt. En daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Daar zijn nog heel veel vragen bij, die zomaar ook bij mij op zouden kunnen borrelen, waar nog heel veel antwoorden op gezocht moeten worden. En normaal is het zo, dat is het laatste wat ik wil behandelen. Normaal gesproken denken we dat vogels alleen broeden. Typisch iets wat bij vogels hoort, is broeden. Maar we hebben hier zo een python. En deze python, die Indiaanse python, die kan ook broeden. Maar, zeg je, ja, ik heb dus een koudbloedig dier. Hoe krijg je dat voor elkaar? Niet door zelf cellulaire warmte te maken, maar door het chifferen. Dat is dus uiteindelijk dus het heel snel bewegen
wordt er warmte gemaakt, want we weten allemaal dat spieren zijn niet heel efficiënt. Produceren heel veel warmte en wat kracht. En die warmte door de beweging van dat schifferen wordt gebruikt om die eieren op temperatuur te houden. Kijk even mee wat die ertoe in staat is. We hebben hier zo een gemiddelde temperatuur waarop hij de eieren houdt. En je hebt hier de fluctuerende dagtemperatuur. Maar dat is niet het enigste wat die slang doet. Want die buitentemperatuur die kan nogal wel eens te warm worden. Heeft die slang dan een koelmachine? Hoe doet hij dat? Nou, ik heb er even naar gezocht. Dit is niet direct een koelmachine. Wat hij doet, hij ligt nu gewonden om die eieren heen. Wat hij doet, als de temperatuur te warm gaat worden, dan maakt hij die winding minder strak, laat dat schiffer uiteraard zakken. En wat hij doet, is dat onderliggende sediment, gaat hij een beetje over die eieren heen werken en zichzelf eroverheen werken, zodat de omgeving heel weinig invloed meer heeft op die temperatuur. En op die manier, doordat hij ook zelf koudbloedig is, kan hij dus die eieren ook weer, die temperatuur weer naar beneden brengen. Dus een hele mooie broeder, hè? Dat andere effect van dat koelen, ja, dat is voor de vogel heel veel wat minder te doen, omdat die vogel natuurlijk al zelf warmbloedig is. Hè? En vrij hoog natuurlijk, hè? 39 graden. En als je dus dan een slang op die manier een stukje broedzorg hebt en dermate broedzorg, dat hij zelf zijn eieren uitbroedt. Hè? Dat is iets wat een vogeleigenschap, wat je hier ook weer bij die slangen terugvindt. Nou, hier moet ik het echt bij gaan laten. Nou, we hebben heel veel biologische aspecten van die slangen met elkaar bekeken. En ik hoop dat het toch geleid heeft dat jullie iets anders, met iets andere ogen en iets andere blik naar slangen zijn gaan kijken. En dan gaan we door naar het volgende onderwerp. We gaan eerst een pauze houden. Maar ik moet jullie even nog wat vertellen, want ik moet even wat van wat ik nou zo ook zo heel erg bijzonder vind aan deze avond. Uiteraard is mij gevraagd, en dat vond ik al een hele eer, om iets te vertellen over slangen. Maar het is nou zo superleuk dat een eigen leerling zometeen gewoon jou naast jou komt staan en jullie ook de wereld van het slangen verder gaat openen. Dat vind ik als helemaal fantastisch. En gewoon een student die zegt, joh, geef jij eens even college. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Nou, dat vind ik echt super. En daarom, als ze zometeen gaat spreken, moet je ze echt een super warm applaus geven. Want het is echt een hele fantastische prestatie. Nou, we gaan eerst pauze houden. En dan gaan we verder. Hallo. Nou, hallo allemaal. Jullie hebben net pauze gehad. Ik vind het echt ten eerste super tof om te zien dat er zoveel mensen zijn gekomen. Ik ga het niet hebben over fluffige konijntjes of zo, maar echt over slangen. Dus tof om te zien dat daar zoveel animo voor is. Ik ga jullie vanavond iets proberen bij te brengen over gifslangen en daarbij focus ik mij dan voornamelijk op de koningscobra, de langste gifslang ter wereld. Nou, dan was de kans dat jullie zo'n dier zouden tegenkomen toch al vrij klein. En ik ben in een unieke mogelijkheid om jullie dit dier te laten zien, zonder glas, zonder tralies, kortom, dat mag je gewoon niet missen. Ja, voordat ik iets zeg over die koningscobra wil ik eerst even Luc Jeomans genoemd hebben. Hij was de vorige eigenaar van de koningscobra's die wij in ons bezit hebben. En hij had heel erg veel koningscobra's en is helaas overleden binnen 11 minuten aan de beet van een van zijn dieren. Het was zijn wens om mensen meer te laten weten te komen over de dieren, over alle aspecten. En ook, daarom vind ik het ook fijn dat ik hier mag staan, ook om aan zijn wens te voldoen. Nou, ik ben helemaal gek op koningscobra's, had je misschien al een beetje door. Dat is een beetje waar ik me dan mee bezighoud, dus in een ander gebouw in het Orion. Waarom nou die koningscobra? Nou, ik ben sowieso gek op cobra's, maar ik denk dat je dat ziet door de eeuwen heen, dat mensen gefascineerd zijn door beesten die je aankijken. Waar je echt het gevoel hebt dat die zich op je focust. Kijk maar bijvoorbeeld naar de fakirs in India, die deden dat al met het fluitje, die slangen probeerden te bespelen. Denk ook aan de oude Egyptenaren. Nou ja, Cleopatra is natuurlijk daar een voorbeeld van. Die is zelfs de pijp uitgegaan door een cobra. Dus al met al ja, is daar gewoon fascinatie voor. Het heeft iets fascinerends als zo'n dier dan aankijkt. Dan zou je denken, die koningscobra,
dat zal dan wel de koning zijn van alle cobra's. Nou nee, de koningscobra is geen echte cobra. De echte cobra's die behoren namelijk tot het genus Naja. Dus als jij een slangennaam ziet in het Latijn, die begint met Naja, gevolgd door nog wat eens, dan heb jij te maken met een echte cobra. En veel mensen denken dat slangen die hun hals afplatten, dat omhoog staan, dat noemen wij hoeden. Veel mensen denken dat dat maakt dat jij een cobra bent. Ja, dat is niet zo. Er zijn eigenlijk vrij veel soorten die dat wil doen. Dus dat wordt op basis van andere kenmerken wordt dat bepaald. En tegenwoordig zoveel mogelijk op basis van DNA-onderzoek. Hier zie je een voorbeeld van een Afrikaanse cobra, Naja Nivea. Zou ik niet laten ontsnappen. Daar is iemand in de zaal die je daar alles over kan vertellen. Een Aziatische variant, Naja Sputatrix. Ja, zo kan dat er dus uitzien. Ja, door dat DNA-onderzoek zijn ze er ook achter gekomen van hey, die koningscobra die verschilt dusdanig qua DNA dat wij dat eigenlijk geen Naja meer kunnen noemen. Toen heeft hij zijn eigen genus gekregen en de volledige naam met Ophiophagus hanna. Ik vind zelf een hele mooie naam. Maar waar slaat dat nou op? Nou, deel Ophiophagus slaat op het feit dat het een slangeneter is. En hanna is een beetje dubieus, want het slaat op boombewoner. Nou, om het een echte boombewoner te noemen, dat klopt niet. Het is wel een bosbewoner, dus daar zou het mee te maken kunnen hebben. Ze gebruiken ook bomen om hun prooi te spotten, maar een echte boomslang zou ik dat niet noemen. Nou, zoals ik al zei, het is een slangeneter. Af en toe wil er ook nog wel eens een varaan op het menu staan. Rattenslangen zijn veruit het favoriete maaltje van de koningscobra en dan jagen ze overdag op. Wat ik zelf heel interessant vind, is er wordt waargenomen dat wanneer zij op een rattenslang jagen, dat die beten random op het lichaam plaatsvinden. Het is namelijk een niet-giftige slang. En als ze dan achter bijvoorbeeld een boomadder aan zitten, een giftige variant, dan worden die beten met hoge precisie uitgevoerd, namelijk direct op de kop of achter de kop. Zelf vind ik dit een hele leuke foto. We hebben namelijk allebei de soorten bij ons, een koningscobra en een Madagascar boa. Niet degene die inmiddels is uitgepoept, maar een levende variant die je na afloop ook mag aanraken en bekijken. Ja, je kan je misschien voorstellen dat het makkelijker is om aan ratten te komen dan aan slangen. Zeker als jij meerdere koningscobra's hebt, dan is het gewoon makkelijk als zij leren ratten eten. En ja, daar is een techniek voor en die techniek heet scenting. En dan heb je een dode slang die je van iemand hebt gekregen, collega-hobbyist bijvoorbeeld. En die ga je in stukjes snijden, dat is een lekker werkje. En dan ga je die rat volledig besmeuren met die slangengeur. Nou, en dan hoop je dat die koningscobra die rat wel gaat eten. Sommige koningscobra's zullen daar nooit van hun leven wat van willen weten. En anderen die hebben dat scenting op het laatst niet eens meer nodig. Dus ja, zo werkt dat een beetje. Waar komen ze nou voor? Helaas niet bij ons in de buurt. Vooral Zuidoost-Azië. Helaas voor mij dan misschien. Warme, hete, vooral natte gebieden. Je ziet daar die streep bij India. Dat is ook een plek waar ze vrij veel voorkomen. Waar ook veel onderzoek wordt gedaan naar die dieren. En niet overal zien ze hetzelfde eruit en dat heeft weer te maken met waar je dan vandaan komt. Zo heb je deze variant, die is bij het zwarte af, die komt uit Thailand. Dit is er eentje uit Bali, dat is wel een meer goudkleurige, lichte kleur. Je ziet ook een groot litteken, dat zie je vaak bij wilde dieren, die willen nogal eens in de problemen komen. Een variant uit India, die is wat meer gebandeerd. En deze hier komt van Java en zo zijn er verschillende kleurvariaties mogelijk. Nou, het gedrag. Wat ik zelf veel merk is dat mensen termen als boos, moordlustig, aanvallend en agressief plakken aan slangen, maar ook wel aan roofdieren in het algemeen. Ik word daar een beetje boos van. Ik ben namelijk een mens, dus ik kan boos worden. Zulke termen, menselijke emoties, kan je niet op dieren plakken. Zo werkt dat namelijk helemaal niet. Als mens moet je je bedenken dat je maar te maken kan krijgen met twee motieven. Ervan uitgaande dat jij als mens met een andere soort niet zo snel te maken krijgt met paringsgedrag. Dat zou een beetje gek zijn. En die motieven zijn voedselgericht en defensief gedrag. Nou, voedselgericht gedrag, als je even om je heen kijkt naar de gemiddelde grootte van een persoon, dan kan je wel nagaan dat de meeste slangen op aarde jou nooit zullen kunnen opeten. Gewoon fysiek niet mogelijk. En dan laat ik eventjes een paar uitzonderingen daarvan uit de kluiten gewassen. Anacondas en netpythons. Zal je niet heel snel mee te maken krijgen, denk ik. Een slang die zal niet zijn energie gaan verspillen aan een prooi waarvan hij nu al weet dat hij hem niet op kan.
Wat wel zou kunnen is dat jij als verzorger de geur van een prooi aan jouw hand hebt, waardoor er een miscommunicatie kan ontstaan. Dan gaat die slang denken van, goh, jij bent mijn prooi, dan is het hap. Dan heb je een probleem. Maar dat kan je dus makkelijk voorkomen. Zelf als ik mijn slangen voer, dan zorg ik dat ik mijn handen even met zeep was. Dus dan heb je dat misverstand niet. Nou, dan defensief gedrag. En defensief gedrag is waar het meest misgaat. Dit wordt vaak verward met agressief gedrag. Hier zie je een mevrouw in Jakarta. En zij werkt op een theeplantage en je ziet dat die struiken tot ongeveer op haar middel komen. En verder ziet zij niet zo heel veel. Nou ja, op een dag ligt daar een cobra te chillen onder die struiken. En die cobra die ziet voeten aankomen, vaak ook nog eens blote voeten. En die denkt, goh, dat vind ik niet fijn. Dus die gaat hoeden, dat staan, en die zegt, kom niet dichterbij. Beste mevrouwtje heeft niks door, gaat druk bezig met die theeblaadjes. En zet nog een stap en die cobra die zegt, nou, wat zei ik nou net, ik vind dit niet fijn. Die opent zijn bek, begint te hissen en zegt, je komt nu in mijn zone. Vrouwtje zegt zet nog een stap en dan is het raak. Chaos en paniek al om, kan ik me iets bij voorstellen, je kan hartstikke dood aan gaan. En zo'n slang die krijgt dan weer het label van agressief, moordlustig, terwijl je hier toch echt duidelijk te maken hebt met defensief gedrag. Nou, uitingen van defensief gedrag, dat kunnen zijn dat hoeden. Dat afgeplatte deel van de nek noem je dan de hoed. Hissen, wat bij de koningscobra eigenlijk meer een grom is. Het openen van de bek en wat je misschien niet weet is prikken met de staart als je een slang tilt. Dus bij zijn staart vasthoudt, dan kan die woest met een puntje in je vel gaan prikken. En dan denkt hij van, ja, nou, hopelijk blijf je dan bij mij uit de buurt. Ratelen, misschien horen jullie dat vanavond nog. En het opblazen van je lichaam, het groot maken. Ja, dan iets over het paringsgedrag van de koningscobra. En dat vind ik zelf echt heel erg interessant. Het is namelijk zo dat die dieren in het droge seizoen op zoek gaan naar een partner. Nou, en dan kan je als mannetje zijnde wel eens een ander mannetje tegenkomen. En dan heb je een probleem, want dan moet je gaan uitmaken van, ja, wie mag nou met het vrouwtje gaan paren. En het ritueel wat dan plaatsvindt, als je er niks van zou afweten, zou je eerder denken dat je te maken hebt met een liefdesritueel dan met ruzie tussen twee mannetjes. En daar heb ik ook een filmpje van. Snakes have to grapple not only with their prey, but with one another, in disputes over mates and territory. This is one of the most formidable, the king cobra, highly venomous and about 4 meters, 14 feet long. Disputes between rival male king cobras are potentially very dangerous indeed, for this species specializes in eating other kinds of snakes. So they observe strict rules in their fights, which prohibit the use of their lethal bite. Slowed down, it's a performance full of grace, as each contestant strives not to kill his opponent, but simply to slam him to the ground. The defeated male leaves the arena and no harm has been done. Ja, zoals ik al zei, dat ziet er best wel romantisch uit, maar het is eigenlijk keiharde ruzie. Nou, wist je dat koningscobra's grommen? Ik zei daar net al een klein beetje iets over. Hun stemgeluid ligt veel dichter in de buurt bij dat van de mens dan dat het doet bij de rest van de slangen. Stemgeluid is namelijk veel lager en ik hoop ook dat we dat vanavond gaan horen. En misschien als jij het promotiefilmpje hebt gezien, dan daar is dat ook heel goed op te horen.
Nou, de koningscobra is de enige slang op aarde die een nest bouwt. Nou, denk je misschien leuk? Nou, ik vind het inderdaad heel leuk. Want je hebt geen armen, geen benen, geen nageltjes, geen vingers. Helemaal niets. En het is niet zomaar een hoop bladeren in dat nest. Dat moet ook echt aan bepaalde eisen voldoen. Het is namelijk zo dat het regenseizoen moet kunnen doorstaan. En dat zijn geen buitjes zoals we die hier in Nederland kennen. Maar dan valt er in een paar weken tijd gewoon 11 meter water op je dak. Dus dat nest, dat moet symmetrisch zijn, dat moet stabiel zijn. En daarbij moet het ook nog eens de juiste temperatuur en luchtvochtigheid hebben om die eieren te kunnen uitbroeden. Nou, vervolgens is een vrouwtje al een tijdje mee bezig om zo'n nest te maken. En vervolgens gaat zij dat nest met haar leven 2 maanden lang bewaken. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Zij stopt met eten en zij doet er alles aan zodat geen roofdieren bij haar eieren kunnen komen. Zodat het weer het allemaal niet kan verpesten. Kortom, dat is gewoon 2 maanden lang investeren. Maar dan komt er een moment, en dat vind ik zelf echt een van de meest bijzondere dingen die ik ooit heb gehoord. Er komt een moment waarop die eitjes bijna gaan uitkomen. Maar zij is een slangeneter. Dus dan is er de kans dat als die eieren uitkomen, dat ze haar eigen kinderen op gaat eten. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Dus vlak voordat die eieren uitkomen, zorgt zij dat zij zo ver mogelijk van die eieren vandaan komt. Dat kan niet te vroeg, want dan ja, blijven die eieren te lang onbewaakt. En dat kan ook niet te laat, want dan heb je de kans als jong zijn dat je eigen moeder je opeet. Nou, als je eventjes naar jezelf kijkt en naar de meeste dieren in het dierenrijk, dan doet bijna niemand iets. Niemand gaat tijd en moeite investeren zonder dat je daar iets van terugziet. Nou, dit vrouwtje heeft 2 maanden van haar leven geïnvesteerd. 2 maanden lang heeft ze zichzelf uitgehongerd. En uiteindelijk ziet ze er vrij weinig van terug. Ik vind dat zelf een heel bijzonder iets. Nou, op een gegeven moment worden dan baby's geboren. Ik zeg, alle baby's zijn schattig. Nou, ik vind niet zo heel veel baby's schattig, maar vooral die van de koningscobra. Zij blijven dan 24 uur bij hun ei om die dooier op te eten. Die is heel erg voedzaam. En vervolgens schieten ze dan een bamboe in om zich te verdedigen voor roofdieren. En wat ook opvallend is, is die kleur die is veel sterker gedefinieerd dan bij volwassen dieren. En na enkele maanden zal dat wel een beetje gaan inblenden zoals bij volwassen dieren. Ja, het verhaal over interactie met mensen heeft een beetje 2 kanten. Als ik jullie vertel dat tussen de 20.000 en 100.000 mensen per jaar sterven, niet gebeten worden, maar sterven aan een slangenbeet, dan is dat denk ik behoorlijk schokkend. Nou, 20.000, 100.000 is een vrij grote range, maar dat komt omdat niet elk land even goed is met het vastleggen van zulke dingen. Laten we een beetje in de middag zitten, 50.000 mensen per jaar die sterven aan een slangenbeet. Als ik jullie dan vertel dat die koningscobra verantwoordelijk is voor 5 doden per jaar, dan zou je denken, ja, waar hebben we het dan over? Daar is geen probleem. Nou, dat is een beetje kort door de bocht. Want net als heel veel andere dieren, heeft die koningscobra ook te maken met habitatsverkleining. Zijn habitat versnippert en er blijft eigenlijk vrij weinig leefruimte meer over. Met als gevolg dat je steeds vaker met mensen in contact zult komen. Dan lijkt het er ook nog op dat waar mensen zijn ratten. Waar ratten zijn rattenslangen. En waar rattenslangen zijn, je raadt het al, zijn koningscobra's. Dat zijn dus elementen die je dan wel mee moet nemen bij zo'n verhaal. En dan is het zo dat op de meeste plekken ter wereld waar ze dan zo'n koningscobra vinden, zal die worden afgemaakt. En dat is op zich vrij jammer. En er zijn plekken op de wereld waar dat niet gebeurt en dat is waar ze dan heilig zijn, waar ze worden aanbeden. En op zo'n moment zal er een professioneel iemand worden ingeschakeld om zo'n dier te verplaatsen. Op zich een heel nobel plan. Ik ben er ook wel voorstander van, maar recentelijk onderzoek en ook onderzoek bij andere diersoorten herbivoren heeft uitgewezen dat het verplaatsen nog niet zo makkelijk is. Er is namelijk waargenomen, en dit is echt waargenomen bij een koningscobra, dat wanneer je zo'n dier verplaatst, die home range significant vergroot. Die kan echt tot 3 keer zo groot worden, met als gevolg dat je ook veel makkelijker in aanraking zult komen met mensen. Dan zien ze ook dat het gedrag behoorlijk verandert. Ze stoppen met eten, gaan niet meer op zoek naar een partner. Kortom, die dieren raken echt van slag. Dan moet je ook nog bedenken dat zo'n koningscobra die staat aan de top van de voedselketen. Het is een apexpredator. Als je die weghaalt, dan heeft dat gevolgen voor het hele ecosysteem. En die zijn niet te overzien. En wel is er een klein verschil tussen short distance en long distance translocation. En daarbij wordt waargenomen dat hoe korter die afstand is van de plek waar je hem hebt gevonden, hoe minder dit soort dingen zullen spelen. Maar dan ben je er nog niet, want je kan je ook voorstellen als je maar een klein stukje verplaatst, is dat dier ook zo weer terug. Dus mocht iemand een geniale ingeving hebben, meld je vooral. Dit gaat me zeer aan het hart, dus
Kom vooral met ideeën. Nou, wist je dat je in India tot 6 jaar gevangenisstraf kan krijgen voor het doden van een koningscobra? Als je hier even nagaat dat je 120 uur krijgt voor het doodrijden van een kind, dan plaatst dat zich toch wel redelijk in perspectief. Het heeft alles mee te maken dat zo'n koningscobra bedreigd is en daar zetten zij een fikse straf op. Ja, dan iets over de anatomie van die koningscobra. Dat lichaam dat is echt uitzonderlijk in de gifslang. Dat kan tot 6 meter lang worden. En dat blijft ook zijn hele leven lang doorgroeien. En mannen die zijn aanzienlijk groter dan vrouwen. Nou, hier zie je een foto van onze Limey, een van mijn favoriete dieren. En je kan zien, dat is een behoorlijk fix beest. Ik denk dat hij nu rond de 4 meter zit. Dat is nog lang niet aan zijn volle capaciteiten. Ja, en dan een beetje over hoe ziet zo'n koningscobra nou? Hoe kan die nou een prooi spotten en hoe kan die prooi dan uiteindelijk vangen? Nou, zo'n koningscobra die heeft relatief gezien beter zicht dan andere slangen. Ziet in zwart-wit, maar het zicht is nog steeds niet echt goed. Ik denk dat het vooral te maken heeft met dat andere slangen behoorlijk slecht zien. Zo'n koningscobra is eigenlijk voor het grootste deel afhankelijk van dat orgaan van Jacobson, waar Arie net over heeft verteld. Dus voor het detecteren van een prooi zijn zij afhankelijk van geur. Maar dan ben je er nog niet, want er is namelijk waargenomen dat een mannetje die had het geurspoor te pakken van een boomadder. Nou, zou je denken, lekker maaltje. Op een gegeven moment zit die boomadder recht onder zijn neus en dat dier verroert zich niet. Met als gevolg dat die koningscobra vol een steen aanvalt. Dan zou je denken wat apart, maar dat laat zien hoe essentieel beweging is voor daadwerkelijk kunnen vangen van jouw prooi. Een ander grappig voorbeeld vind ik, er is waargenomen dat een koningscobra had een boomadder te pakken, maar die boomadder had ook die koningscobra te pakken. En die werd geïnjecteerd met gif en die koningscobra die laat meteen los, die gaat 50 centimeter hoog staan, dat hoede, en die raakt een beetje in een soort trance. Nou ja, die boomadder die denkt, shit, ik ben gebeten, ik ga de boom in. Ja, je verwacht het niet. Nou, na een tijdje valt die boomadder dood uit de boom, recht voor de neus van die koningscobra. Een tijdje later, dan komt die koningscobra weer een beetje bij. Dan zou je denken, nou, eet smakelijk, het ligt recht voor je neus. Maar ja, dat beest is mors dood, dus die beweegt niet meer. Dus ja, die koningscobra die denkt, ja, het is een boomadder, die zal wel de boom zijn ingegaan. En die gaat zoeken. Uren later komt hij uiteindelijk dan wel weer bij zijn prooi. Maar dat laat wel zien hoe belangrijk nou die beweging was om daadwerkelijk ook die prooi te kunnen vinden. Wat ik ook wel grappig vind, is hier een foto van Johnny. En het lijkt een beetje alsof Johnny boos kijkt. Hij heeft een schuine oogschub. En daaraan kan je zien dat je te maken hebt met een wat ouder dier. Jonge dieren hebben namelijk kogelronde ogen. Dan is er een orgaan binnen de slangen. En dat is zo bijzonder dat wij dat ook aan jullie wilden laten zien en vertellen. Dat is namelijk het heatpit-orgaan. Hier zie jij een hondskopboa en al die gaten in zijn bovenkaak, dat zijn heatpit-organen. En dat zie je hier ook bij deze ratelslang, die ronde gaatjes vooraan, dat zijn heatpits. En die wat verticale gaten, dat zijn zijn neusgaten. Ja, hoe werkt zo'n heatpit-orgaan nou? Nou, zo'n heatpit-orgaan bestaat uit een binnenste en een buitenste kamer. En die kamer is gescheiden door een membraan. Nou, dat membraan dat is gevuld met allerlei hittegevoelige receptoren, met als gevolg dat zij infrarode straling kunnen zien als warmte. En dat is zo geavanceerd dat ze zelfs verschillen kunnen waarnemen zo klein als 0,003 graden Celsius. En hoe ziet het er dan uit voor zo'n slang? Nou, ongeveer zo. En dat werkt dus heel anders dan wat ik net uit heb gelegd bij die koningscobra. Wij hebben een kleine verrassing. En dat is een experiment en dat experiment heet Ria de ratelslang. Wij hebben namelijk een ratelslang meegenomen en ratelslangen die hebben heatpit organen. Nou, het plan is dus om een ballonnetje met warm water te vullen en eentje met koud water. En als Ria een goede ratelslang is, dan valt ze dat warme ballonnetje aan en dat koude ballonnetje niet. Je kan er al een beetje horen. Het heet niet voor niks een experiment. Ria is namelijk poepverwend en zij krijgt regelmatig een maaltje. Ze heeft net een reis achter de rug en dat zijn allerlei factoren waardoor dat niet zo zou kunnen werken. Maar dan heb je tenminste wel een ratelslang gezien en dat lijkt me ook superleuk. Gaan we even overschakelen op de beamer, zodat jullie dat ook allemaal kunnen zien, ook achter in de zaal. Nou, als je een klein beetje stil bent, dan zou je haar nu ook al goed kunnen horen ratelen.
is een Crotalus armenteus, een oostelijke ratelslang. En ja, dan hoop ik dat Ari zo eraan komt met die ballonnetjes. Misschien heeft iemand zin om even te kijken wat hij doet. Zal ik dit vast even... De ballonnetjes. Nou dan, wat zal ik als eerste nemen? De koude? Ik ben zover, dus... Nee, wij dachten koud, het blauwe een beetje. Hopen dat het allemaal van blijft. Nou. Ik ga een klein beetje proberen om haar te gaan focussen op die ballon. De reden dat wij haar er niet uithalen is omdat zij toch wat bozer zal zijn in haar bak. Nou ja, zoals je wel een klein beetje kan zien is ze niet heel erg geïnteresseerd in deze koude ballon. Ik hoop dat het op de beamer ook een beetje te zien is. Het is een beetje duidelijk voor de zaal ook. Mooi. Nou, gaan we eens even kijken. Misschien gaan we dat niet doen, Ria. Nou, eens kijken of Ria er hier wel zin in heeft. Ik moet even rond laten. Applausje voor Ria. Nou, dat kostte iets meer moeite. Ja, ondertussen ga ik wel eventjes verder. Ik hoop dat het een beetje een leuk beeld heeft gekregen van hoe slangen dus ook hun prooi kunnen detecteren. Ondertussen wordt er een handdoek gehaald, zodat ik niet heel hard uitglijf voor jullie. Ik heb daar nogal sowieso wel last van, onhandigheid. Dus. Nou, dan wil ik het gaan hebben over giftanden. En als je even nagaat, binnen de reptielen is het best wel bijzonder dat er zoiets geavanceerd is gaan ontstaan. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar deze krokodil, nou, die heeft niet eens differentiatie in de vorm van hoektanden, kiezen, snijtanden. Nee, het zijn allemaal een beetje dezelfde soort tanden. En als je dan bij deze baardagaan kijkt, dan geldt dat daar ook voor. En ook bij deze chameleon. Misschien kan jij een schildpad voor de geest halen. Die heeft helemaal geen tanden, die heeft gewoon een scherpe snijtand. Die is helemaal makkelijk vanaf gekomen. En als mensen dan aan giftanden denken bij slangen, dan denken ze vaak aan deze variant. Dit is een Bites gabonica, een geboenarde, heeft de langste giftanden ter wereld. Maar dit is slechts één van de drie typen die je grofweg kan onderscheiden bij die giftanden. Hoe werkt dat dan? Nou, zo'n tand die is verbonden met de bovenkaak. En in rust ligt die parallel met de kaak. En tijdens de aanval staat hij daar haaks op. Die tand die is hol, dus buisvormig. En die is verbonden met een gifklier. En die gifklier die is verbonden met een spier. En dat heeft als gevolg dat zij echt druk kunnen uitoefenen, dus kunnen pompen. Nou, nu zou je misschien denken dat die uitgang van die gifklier in het uiterste puntje van die tand zit, nou, maar dat is niet zo. Die uitgang zit namelijk wat verder naar boven aan de voorkant. En dat is ervoor om te zorgen dat die tand echt zijn kracht behoudt, maar ook zodat hij een scherp puntje heeft waarmee hij diep in die weefsels kan zinken. Nou, die tanden die vervellen ook mee, dus die vind je regelmatig in de ontlasting. En die worden ook gebruikt om de prooi naar binnen te lopen. Dus dan zie je dat ze tand voor tand zo die prooi naar binnen zullen trekken. Een andere groep dat zijn de opistogrieve giftanden en die zitten achter in de bek. En die zijn niet hol of buisvormig, maar die zijn gegroefd. En hun gifklier die is ook niet verbonden aan een spier. Dus zij kunnen ook niet pompen om dat gif naar binnen te krijgen, maar zij zullen echt moeten kauwen. En dit gif is trouwens ook vaak belangrijk bij de vertering van die prooi. Dan die laatste groep, proteroglyph. Pro, dat zegt het al, voor in de bek. Dat zijn onbewegelijke tanden, die zijn ook gegroefd, dus niet hol. Maar die gifklier die is wel verbonden met een spier. Dus zij kunnen wel pompen om dat gif naar binnen te krijgen. En dit zie je vooral bij de Elapidae, dus ook bij de koningscobra die we vanavond zullen gaan zien.
Dan is er nog een verschil wat in het Engels wordt gemaakt. En ik merk dat mensen dat onderscheid vaak niet echt snappen. Dat is namelijk, in het Nederlands zeggen wij gewoon gif. Maar in het Engels heb je venomous en poisonous. Nou, als je met een poisonous dier of ding te maken hebt, dan is het zo dat jij daar een hap uit moet nemen. Wil je wat krijgen of daaraan sterven. Dat komt dus in je verteringsstelsel terecht. Bijvoorbeeld dus bij gifkikkers, maar ook bij giftige paddenstoelen. Zo zijn er nog wat meer voorbeelden. Venomous echter, dan moet het jou bijten, wil je er wat van krijgen of doodgaan. Dat komt dus in je bloedstroom terecht. En dat zijn wel twee dingen die echt verschillend zijn. Dus over het algemeen zul je dus ook te maken hebben met venomous snakes. Er zijn wel poisonous snakes, er zijn echt een paar kleine uitzonderingen. Die hebben dan een giftige huid. Dus daar zal jij een hap uit moeten nemen, wil je wat krijgen. Maar over het algemeen hebben we dus over venomous snakes. Dus als je hierna iets tegenkomt met poisonous snakes, zijn hele boeken over geschreven. Bestaan niet echt heel veel, naar mijn weten. Ja, wat is gif nou eigenlijk? Nou, gif is een gemodificeerd speeksel dat componenten bevat om de prooi te immobiliseren en te verteren. Hele mond vol, maar dat is wel waar het op neerkomt. En gif kan je onderscheiden in grofweg vier groepen. En die wil ik even met jullie langslopen. Nou, die eerste groep is cytotoxisch gif. En dat gif dat valt jouw cellen aan. Met als gevolg dat die cellen afsterven en daar zal dan necrose ontstaan, oftewel weefselsterfte. Ook zal dat gebeten ledemaat enorm gaan zwellen. Kan je last krijgen van misselijkheid en een hartaanval. En ik wil dat eventjes een beetje gaan illustreren aan de hand van een voorbeeld. Niet om jullie te shockeren, nou, een klein beetje misschien, vind ik wel leuk. Maar vooral om jullie aan het denken te zetten, want mijn vraag aan jullie is, kunnen jullie een werking bedenken van dit gif als medicijn voor de mens? Dus daar kom ik dan straks op terug. Nou, meneer Justin Swartz die was op een dag aan het wandelen in een national park in Amerika. En hij ging chillen op een steen, die liet zijn handen langs de zijkant bungelen en hij werd gebeten door een ratelslang. Dan heb je best wel een probleem. Dit is 36 uur na de beet. Je ziet hoe enorme zwelling daar is. En ook die donkere stukken, dat is necrose, dus het afgestorven weefsel. En die zwelling die kan zo groot worden, die druk kan zo groot worden, dat jouw ledemaat het dan niet meer aan kan. En dan zul je een operatie moeten uitvoeren, dat heet een fasciotomie. En daarbij open je die te strakke spierkapsel om die drukte af te krijgen. Dat ziet er dan zo uit. Dus, in de lengterichting wordt die arm opengesneden om zo ervoor te zorgen dat je misschien uiteindelijk nog dat ledemaat zal kunnen behouden. Nou, dan gaan ze dat een beetje bij elkaar proberen te trekken. Dit is echt een maanden traject. Je ziet ook die gaten in die hand. En dat laat maar weer zien hoe erg dat gif eigenlijk letterlijk jouw vlees opeet. Uiteindelijk hebben zij een stukje uit zijn dijbeen genomen en dat erin gezet, want er mist een behoorlijk stuk vel. Er zit vol met perforaties en dat is om ervoor te zorgen dat die bloedtoevoer daar naartoe kan vinden en dat het dan gaat hechten. Toen namen ze een stuk uit zijn rug om het af te maken. En dan zie je nog die zwarte donkere plek, dat is ook necrose, afgestorven weefsel. Nou ja, en toen dan hoop je, ja, dat jouw hand er ongeveer zo uit gaat zien, is best wel een succesverhaal. Nou, een behoorlijk lange tijd en 3 ton verder. Amerika, vaak geen verzekeringen en dat soort dingen. Maar goed, hier heb je arm nog, dus dat is best wel prettig. Wie van jullie heeft een werking kunnen bedenken als medicijn voor de mens? Nou, dan heb je meteen goed. Zoals je ziet, valt dat gif echt jouw cellen aan en er zijn verschillende onderzoeken geweest en er lopen nog een heel aantal onderzoeken waarbij ze hebben gekeken naar de werking van dat gif op kankercellen. En daar zijn echt positieve resultaten uitgekomen. Er zitten natuurlijk veel haken en ogen aan, maar dit is echt, zeker als je bedenkt hoe zwaar chemokuren zijn, zou dat echt de toekomst kunnen zijn. En dat is iets wat mij zo erg fascineert, dat iets wat jou letterlijk kapot kan maken, want dat is echt, als je op die manier doodgaat, nou dan heb ik liever dat je meteen er een einde aan maakt. Maar iets wat jou zo kapot kan maken, dat het uiteindelijk ook je leven kan redden. En die tegenstelling, dat is iets wat mij enorm fascineert. Nou, dat zie je vooral bij de solenoglieve tandtypes, dus die klaptandjes, onder de adderachtige, maar ook ratelslangen en een heel aantal andere soorten. Ja, dan hemotoxine. Hemo komt van het Latijn, aan bloed gerelateerd. En dat gif dat werkt dan ook op jouw bloed. Hoe dan?
Nou, je ziet hier een rode bloedcel, een trombocyte en een witte bloedcel. En dat gif dat werkt op jouw trombocyten. Nou, wat is zo'n trombocyt? Dat is een klein kernloos celletje wat wordt gemaakt in je beenmerg. En het is van essentieel belang bij de stolling. Dus als jij een sneetje hebt, zullen die celletjes aan het werk gaan om die wond te helen. Hemotoxine zorgt ervoor dat die trombocyten gaan klonteren, met als gevolg dat de rest van jouw bloed dunner wordt. Op een gegeven moment komen die klonten dan terecht in je nieren. En je nieren hebben als fundamentele taak om jouw bloed te zuiveren, om afvalstoffen te verwijderen in de vorm van urine. Ja, dat gebeurt in allemaal kleine niereenheden, die heten nefronen. En zoals je ziet zijn dat kleine buisjes. En als die klonten daarin terechtkomen, heb je echt een probleem. Dan heb je nierfalen. Nou, zou je denken, dat is al erg genoeg. Maar de rest van jouw bloed werd dunner. En dat is als gevolg dat je van binnen gaat bloeden. Alles gaat lekken, al je organen gaan van binnen bloeden. En uiteindelijk ga jij bloeden uit elke denkbare lichaamsopening. Niet heel prettig, als je mij vraagt. Zie je veel bij de opistoglyphe giftandtypes, dus achter in de bek. En waaronder de boomslang. Cardiotoxine is een beetje een moeilijke groep, omdat daar weer subgroepen in zijn die op verschillende manieren werken. Zo heb je groepen die direct voor weefselschade zorgen, een beetje zoals cytotoxine dat doet. Je hebt groepen die direct werken op jouw hart, hartritmestoornissen, hartstilstand veroorzaken. Maar dan heb je ook nog een groep myotoxines en myo, dat betekent spier, en die toxines die breken jouw spier af. En op zo'n moment komt er kalium in je bloedstroom terecht. En als dat kalium bij je hart komt, krijg je op die manier last van hartritmestoornissen, hartfalen enzovoort. Dus dat is een secundaire manier waarop dat gif dan effect heeft op jouw hart. Zie je overigens veel bij de cobra's. Dan neurotoxisch gif. En neurotoxisch gif werkt zoals heel veel drugssoorten ook werken. Je hebt namelijk een neuron of een zenuwcel. En die fundamentele taak van zo'n zenuwcel is het ontvangen, het doorgeven en het overbrengen van een actiepotentiaal. Zo'n actiepotentiaal komt binnen via een axon en dan steken neurotransmitters de synaptische spleet over. Die hechten zich vervolgens aan een postsynaptisch membraan en zo kan die informatie dan weer verder gaan. Nou, neurotoxisch gif die verstoort de stofwisseling van neurotransmitters in of rond de synaptische spleet. En ja, misschien zullen sommigen van jullie wel weten, dat is ook hoe gif werkt. En dat heeft als gevolg dat je moeilijk gaat praten, je ogen moeilijk kan openhouden, moeite krijgt met ademhalen. Allemaal tekenen van verlamming. Je kan dan ook in een coma raken en dat kan uiteindelijk fataal zijn, zeker als je dat onbehandeld laat. Zie je vooral bij de proteroglyphitantypes, dus de E-lapidae, ook waar we vanavond weer mee te maken krijgen. De medicinale werking van het gif van de koningscobra is uniek. Het is namelijk zo dat het gif van die koningscobra een eiwit bevat, een relatief klein eiwit. Dat heet ohanin en dat is 20 keer zo sterk als morfine. Nou, dan zou je al zeggen, top, prima, dat gaan we doen. Maar morfine dat heeft als negatieve kant dat het heel veel bijwerkingen heeft. Zoals verslaving, tolerantie, obstipatie, misselijkheid, sufheid en dat er wel heel veel mensen afhankelijk zijn van morfine. Voor veel mensen is dat het enige wat hun leven nog een beetje draaglijk maakt. Maar ja, daar zitten dus best wel veel negatieve kanten aan. Nou, ohanin is zelfs bij 2000 keer de effectieve dosis, heeft dat geen bijwerkingen. Geen bijwerkingen. En dat is iets wat mij ook enorm fascineert aan deze dieren. Zijn we vol mee bezig om er onderzoek naar te doen. En hopelijk kunnen we dat dan ook op grote schaal toepassen om heel veel mensenlevens een stuk aangenamer te maken. Dan een moment waar jullie natuurlijk allemaal op hebben gewacht. Laten we wel weten, daarom zitten jullie hier. We zijn toegekomen aan de demonstratie. En wij hebben een verrassing. En die verrassing is namelijk dat wij niet één, maar twee koningscobra's hebben meegenomen. Ja, dat vind ik zelf heel leuk. En die koningscobra's zijn Johnny, een Indonesische koningscobra. En Lotsie, een Maleisische variant. En hopelijk kan je dan ook een beetje dat verschil gaan zien tussen die kleuren. En dat is gewoon superleuk. Ik ga jullie bij Johnny laten zien hoe die focus werkt. Waar we het dan net al een beetje over hebben gehad. Hè, dat aandachtige, die aandacht vestigen op die beweging. Eigenlijk het Faki-principe. Die beste slang, die hoort die hele fluit niet. Maar die is vooral gefocust op de beweging van die fluit. Dat willen jullie dan laten zien.
En daarnaast zal Ro het gevaarlijkste gedeelte doen. Die gaat Lottie melken. Nou, Lottie die is psycho, wij zijn gek op hem. Maar ja, hè, dat gaat spannend worden. Wat heel erg belangrijk is dat jullie allemaal stil blijven zitten. Dit heeft dus weer te maken met die beweging. Wat ook belangrijk is dat als Ro of ik gebeten worden, blijven jullie zitten totdat wij zeggen dat je mag lopen. En wij zijn van plan om die gifbeker door te geven, zodat jullie ook echt gif kunnen bekijken. Maar als je nou gif morst, dan blijf je daar van af. Het kan namelijk zijn dat jij een wondje hebt, of hoe dan ook kan het in je bloedstroom terechtkomen. En één beet kan ervoor zorgen dat een olifant sterft, of 20 tot 40 mensen. Ik heb niet zo zin om een begrafenis te regelen, dus laat dat eventjes niet gebeuren. Wat ook belangrijk is heel veel van jullie willen foto's gaan maken. Dat mag in principe wel, maar we vragen jullie wel om te blijven zitten en niet te veel bewegen en ook zeker geen flits te gebruiken, want ze zijn qua lichtintensiteit zijn ze best wel gevoelig. Ja, ik ga stoppen met praten en we gaan beginnen met de demonstratie. Nou, dat is heel fijn dat Peter er dan is, want dat zou ik bijna vergeten. Is wel leuk dat jullie dat dan ook op de beamer kunnen zien, zodat het ook voor de achterste mensen een beetje duidelijk is wat er gebeurt. Nou, schat, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Wij gaan Johnny erbij halen. Nou, dit is dus Johnny. Indonesisch exemplaar, de kleinste die we hebben. Zoals je ziet, vrij donker. Ik ga nu proberen om hem op mijn voet te gaan laten focussen. Dat is een beetje lastig, hij is een beetje van slag. Maar dat kan dus even duren, maar ja, dat gaan we wel even proberen om dat voor elkaar te... Oh, kijk eens. Hij is warm, hij heeft op een kruik gelegen. Even iets naar achteren. Ja, hij heeft even tijd nodig. Dat wordt wel rustig. Ja, hij heeft eventjes de eerste energie moeten uit. En dan gaat hij zo hopelijk... Nou ja, kijk, dit is al een mooi begin. Zoals je ziet gaat hij zich nu focussen op mijn voet. Dat heeft te maken met die beweging. En dan kijk ik even Ro aan. Ik merk dat hij nog best wel druk is. Maar wat ik jullie wil laten zien. Is hoe erg ze gefocust zijn op die beweging. Zo erg namelijk dat ik dan gewoon zijn hoofd aan kan raken. Nou, dat was Johnny. Johnny die heeft volgens mij een hekel aan Ro, maar ik vind hij wel lief. Terwijl dat gewoon zijn vader is. Nou dan, we gaan Johnny wegstappen. Voor het melkgedeelte trekken we allebei wel even een lapjas aan. Het is namelijk zo dat het best wel stressvol kan zijn. Met als gevolg dat je volledig ondergepoept kan worden. Op de een of andere manier gebeurt mij dat altijd. En ja, ik vind het leuk om hier vanavond nog te zijn om jullie vragen te beantwoorden. Natuurlijk mag je Fleurtje ook ontmoeten, mijn boa. En ja, dan is het toch wel leuk dat ik niet een uur in de wind stink. Excuses.
Dan is het ook nog zo, ik ben bij Robenwij geassisteerd bij de show van Freek Vonk. Jullie allemaal misschien wel bekend. En dat tijdens dat college had Rode Cloaca dichtgehouden van Limey, een andere koningscobra. En toen hij weer terugkwam zitten bij ons in het publiek. Nou, ik denk dat toen ongeveer die hele sectie verging van die lucht. Dus wat ik ga doen is, ik ga schoonmaakhandschoentjes aantrekken. Ja, zodat jullie ook nog een leuk gesprekje met mij kunnen voeren. Nou, en dit is dus ook hoe melkingen gaan voor die farmaceutische industrie. Ik vind het altijd wel een interessant proces. Laten we daarmee beginnen. Waar is mijn... Deze komt dus uit Maleisië. Inderdaad, zoals Roos zei, is die een stuk groter. Dit is Lottie. Is een mannetje. Maar Luc heeft als koningscobra's namen gegeven. En ook om hem in ere te houden, behouden wij ook die namen. Ik denk dat ze energie kwijt, denk ik. Ja, ik ga dat even proberen. Lottie. Ik heb dit nog maar meegemaakt met Lottie. Hij is allemaal altijd best wel psycho. Zo mak als een lammetje vandaag. Hallo. Hij doet het niet. Nou, we hebben nog even de tijd, hoor. Het is ook geen circusdier natuurlijk. Het is overigens ook een wildvang, dus het komt ook echt uit de jungle van Maleisië. Hallo Lottie. Wat je ook ziet aan de achterkant van zijn hoed is die chevron vorm. Ik weet niet of dat voor jullie te zien is, maar dat is ook een kenmerk wat koningscobra's vaak hebben. Dat zo makkelijk gaat. Dat ging inderdaad makkelijk. Ga ik de cloaca opzoeken? Oeps, sorry kind. Ja? Jij moet hem in mijn twang halen. Ga ik doen. Hij is echt niet boos van me. Hij is het zo. Nou, zoals je ziet komen daar behoorlijk hoeveelheden gif uit, een beetje een honingachtige kleur. Ja, en zoals ik al zei, dat is genoeg om 40 man in deze zaal om te leggen. Als dit potje rondgaat, raak ik het echt niet aan. Ik moet hem echt zo beter houden. We zetten het op de tafel neer, voel je vrij om straks daar te komen kijken. Laat maar los. Laat nog maar even zien dan. Ja, dat is toch wel mooi om nog even te zien hoe dan dat hoeden eruit ziet.
pakken. Ja, doe maar. Lottie. Zeg maar dat, Lottie. Nou, dat was Lottie. Applausje voor Lottie en Johnny. Nou ja, dan zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van deze slangenavond. Ik hoop dat Arie, Romilly en ik jullie een beetje in onze wereld hebben kunnen laten kijken. Ik hoop dat jullie een beetje verliefd zijn geworden op deze dieren. Voor mij was het in elk geval heel erg speciaal. Ik heb namelijk de belofte gedaan op 12-jarige leeftijd dat ik het werk van Steve Irwin zou voortzetten. Het werk om mensen bekend te maken met dieren die zo erg gehaat worden. En dat terwijl je hebt vanavond gehoord hoeveel bijzondere aspecten er eigenlijk zijn. Maar dat niet alleen. Op een dag kunnen ze ook jouw leven redden in de vorm van een medicijn. En dat is wel iets om over na te denken. En dan wil ik inderdaad afsluiten met de quote. Knowledge is the only thing separating fear from beauty. Neem dat vooral mee naar huis. En ja, ik hoop dat jullie een beetje verliefd zijn geworden. APPLAUS